jongens en meisjes, vandaag gaan wij het met elkaar hebben over de korte ei. Ik kan woorden met een ei zoals trein spellen. Het lastige bij de ei is altijd dat het weetwoorden zijn. Dus ik kan er heel veel over gaan uitleggen, maar je moet ze maar weten. En het is wel belangrijk om ze te weten, om woorden zoals trein te kunnen spellen, als je bijvoorbeeld een berichtje naar iemand wil sturen met zo'n woordje erin. Hoor jij de ei? Dan schrijf je soms de ei. Deze woorden moet je onthouden. Het zijn weetwoorden. Je kunt niet horen wat je schrijft. Je moet dus elke keer goed nadenken. Weet ik of dit met een korte of lange ei is? Alleen vandaag zullen we het vooral gaan hebben over de korte ei. Want ik laat jullie op deze plaat ook zien wat voor woorden er bijvoorbeeld allemaal al met de korte ei zijn. Kijk er maar eens naar. Zet het filmpje maar eens even op pauze en kijk maar naar alle plaatjes. Want dan ga ik nu door naar de woordenlijst. En ook de woordenlijst zijn allemaal woordjes weer met de korte ei. Ook deze kan je er altijd even bij pakken. Dus zet het filmpje dan even op pauze. Kan je kijken naar alle woordjes. Maar ik ga nu uitleggen wat jullie vandaag gaan maken. Kijk maar mee. En ook vandaag drukken jullie weer links onderin op spelling. Het kan zijn dat jullie schermpje er weer net iets anders uitziet, weet ik niet. Misschien is hij ook precies hetzelfde. Maar het is altijd belangrijk dat je dan drukt op spelling waar nu onder staat taalactief 3. Want dan kan het zijn dat hij ook weer hierop springt. Nou, zorg je in ieder geval dat je weer dit ziet. Want alleen de les van gisteren en van vandaag zal openstaan. En de rest zal ik allemaal weer sluiten. Dan kan het ook niet misgaan. Maar vandaag ga je maken les 2. Dus de les waarin staat trein. Er zullen allemaal opdrachten zijn over de korte ei. Heel veel succes!